Als je huis aan een makeover toe of ga je misschien binnenkort al verbouwen, denk dan ook eens aan de trap. Want met een traprenovatie creëer je eigenlijk al meteen een hele andere look bij binnenkomst van de woning. En dat is toch wel het visitekaartje. Ja, het klinkt als een hele klus, maar Joop van TrapExpress Traprenovatie gaat mij vandaag vertellen hoe het precies in zijn werk gaat. Joop, wat is de voornaamste reden dat mensen kiezen voor een traprenovatie? Enerzijds natuurlijk om het mooier te maken. Anderzijds om te zorgen dat die trap op een top veilig is. En die veiligheid die ontstaat eigenlijk door de toplaag die je hier ziet in die trap. Zodra daar druk op komt, wordt die stroef. Ja, en wanneer weet je nou of dat hij niet meer veilig is? Want dan moet hij dus gerenoveerd worden. Maar wanneer is dat punt? Het punt dat een trap niet veilig is, daar kom je snel genoeg achter. Als vloerbedekking versleten is of de trap er in principe niet meer uitziet. Hoe lang gaat er nou in zo'n renovatie zitten? Nou, dat ligt er een beetje aan wat je laat doen met je trap. Maar over het algemeen, als het alleen de treden zijn, een dag. En hoe gaat het renovatieproces precies in zijn werk? Er komt 's morgens een monteur tussen 7:30 en 8:00. Die begint van elke treden een mal te maken. Vervolgens wordt alles buiten verzaagd. Hij verlijmt het, dat doet hij met een speciale bruisgiet. Zodra die treden daarop zitten, dat die trap ook geluiddempend is. En op het moment dat hij in zijn auto stapt en wegrijdt, kan jij gewoon je trap weer op. Naar boven. Dus 's ochtends de deur uit en je komt 's avonds terug en je kunt hem gewoon weer gebruiken. Klopt. Wat voor verschillende stijlen zijn er allemaal mogelijk als ik mijn trap ga laten renoveren? Heel veel stijlen. Modern, klassiek, een landhuisstijl. In principe is alles mogelijk. En wat voor materiaal wordt er het meeste gekozen? De trap waar je bijvoorbeeld op zit, dat is helemaal nieuw. Dat is een vinyl. Echt voor zwaar gebruik. Dit kan naar ziekenhuizen. Dit is niet meer te verslijten. Maar hier bekleed je het dus mee eigenlijk? Ja, maar dat zit al op de treders. Dus de treders worden ingemeten en vervolgens worden ze compleet aangeleverd. Ook weer om in die ene dag die trap te kunnen doen. Ja, en een trap moet natuurlijk aan een aantal eisen voldoen. Waaraan moet hij precies voldoen? Een trap moet veilig zijn. Dus daar wordt ook altijd eerst naar gekeken voordat een trap gerenoveerd wordt. Is de staat van de trap nog zodanig dat hij ook daadwerkelijk de moeite waard is om te renoveren? Ja, want anders moet hij eruit gesloopt worden en komt er een totaal nieuwe trap in. En dan komt er een totaal nieuwe trap in. Ja, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Veel mensen vallen wel eens een keer in hun leven van de trap af. Dat is natuurlijk niet iets wat je wil. Hoe kun je dat tegengaan? Nou, wat je vroeger bijvoorbeeld zag in de trap, was dat er altijd een rubberen strip in zat. Die rubberen strip moest voorkomen dat je van de trap afvalt. De trappen die vandaag de dag gemaakt worden, die zijn voorzien van een speciale coating, die ervoor zorgen dat zodra de druk op die treden komt, dat je er niet meer vanaf kunt vallen, maar dat die je vasthoudt. Dat is een soort van coating, maar je ziet hem eigenlijk niet. Klopt. Dus je hebt gewoon een mooie gladde tree. Ja. En hoe is dat met het onderhoud? Nou, de meeste huisvrouwen beginnen te lachen met deze trappen. Vroeger moesten ze nog altijd met een zware stofzuiger de trap op om de trap te zelfzuigen. Vandaag kan dat gewoon met of een stofdoekje of een vochtig doekje even over de treden heen en klaar.